Hallo allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe update video. Ja, de update is vandaag dus verjaardag van Starstable, want die 11 jaar is geworden. En ja, vorige keer had ik de missie niet gedaan. Wow, heel veel nieuwe dingen. Maar volgens mij ga ik eerst naar mevrouw Hotsworth in de Marfomaria, omdat daar een missie hebben. Ik heb die vorige keer niet gedaan, helaas. Omdat ik een andere video had gemaakt, normaal. Dus ja. En was ook iets met de PJ of ik of zoiets. Een hele gedoe race. Maar dat zijn we benieuwd naar. Volgens mij moet ik daar mijn Shire voor pakken. Huh? Oh, we hebben die quizjes weer. Maar doe ik daarna wel eerst de update van vorige keer gaan we doen. Heb ik die tenminste klaar? Ik wil eerlijk met webcam gaan filmen, alleen het werkt niet. Want jullie weten, ik heb zo'n greenscreen en dan wil ik dan mijzelf gewoon, ja, lekker filmen. En dat dan de achtergrond gewoon Starstable is. Alleen dat werkt dus niet. Dus dan moet ik een andere keer gaan kijken. Want ik had een heel leuk programma dat je op je computer hebt staan. Van camera. Hij wilt wel, alleen ik heb dan een beetje lag. Dus dan daarom doe ik maar even zonder. Hopelijk vind je dat niet al te erg. Dus ja. Alleen wat nog iets nieuws is. Dit. Nieuwe Starcoins en Eurexchange. Alleen ik vind het een beetje raar uitziet. Maar ja, maakt niet uit. Maar goed. Ja, we gaan gewoon lekker de update doen van vorige week en die vandaag natuurlijk. Omdat ik dat vorige keer niet heb gedaan. Dat heb ik net al uitgelegd. Hoe kom ik ook weer naar boven? Ik ben een beetje de kluts kwijt. Waar kom je ook alweer naar boven? Volgens mij. Oh ja, hier zo. Maakt niet uit. Ik raak af en toe helemaal in de war. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik zat even vast. Oh. Ja, ik weet eigenlijk een beetje hoe het in elkaar zit. Het is een hele korte missie. Dus daarom doe ik dit als eerste. En daarna doen we de paarden. Die race. En daarna zie ik wel verder wat we gaan doen. Ja, de nieuwe gedoe van de verjaardag en zo. Vrijdag Parfum Moorland. Nu feest en welkom. Oh ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd wat het allemaal zal brengen. Gelukkig zijn er heel veel nieuwe missies. Dus dat scheelt natuurlijk. Dan hoef je niet zo te gaan zoeken de hele tijd. Wow, ik heb nog nooit zo gehad dat ik zoveel missies heb in één keer. Dat is zo lang geleden dat ik dat heb gehad. Maar dat maakt niet uit. ik ga niet zo, want iemand heeft een keer dat hij geglitcht werd. Dus dat ga ik maar niet doen. Ik loop gewoon lekker zo. Dan word ik tenminste niet de hele vlog geglitcht. Daar heb ik niet zoveel zin in, natuurlijk. En ja, daar is de nieuwe missie. Hoeveel mensen? Er zijn nog mensen online. Ja, oh, twee maar. Oh, ik had wel verwacht dat er meer mensen online waren. Oh, die vinden ze ook dit met elkaar te spelen. Dat vind ik zo cute. Ja, dit is het vandaag. Maar ja, kan ik wel. Maar ik heb toch mijn website voor naast mij. Van de vorige update natuurlijk. Oké, ik moet even de trap zien te vinden. Oh, wauw, ik ben te ver gelopen. Ups. Ik ben iets te ver. Maar dat maakt niet uit. La 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 la. Er was nog een trap al daar. Dat toch helemaal babbelen zijn. Maar ik moet even het stof uit mijn ogen vrij om jullie goed te bekijken. In ieder geval is iedereen gezond en wel. Kijk. Zeker weten, mevrouw Houtswit, is er nog nieuws? Ja hoor, het gaat over de oerboom, ook wel levensrenners genoemd. Ik heb de oude, onduidelijke tekst in de handenpoten kunnen ontcijferen. De schrijver van het stuk zag dat de meeste oerboom in de slaap waren gevallen en geloofde dat gewekt moesten worden om de wedergeboorte van Aydin te versnellen. Kennelijk ging het niet zo goed met andere oerbomen. Ik geef een omschrijving. In het aantal boom wordt het opgemerkt met de ranken van Kernok verbonden geraakt en zijn kwaadaardig
geworden, zo. De hoed van ideeën kunnen ongeur opbouwen, vaak weer zuiveren, maar dat mislukt. Moeten de bomen worden gebeld? Verder zegt deze onbekende oudschrijver dat oogbonen in woede uitbarsten als ze denken dat ze de gemene mensen voor de gek worden gehouden en dat de woede van de oogbon wel niet opgemerkt voorbij gaat. Ik zeg hoeveel oogbonen zijn en wie zou een boom voor de gek willen houden? Ik vermoed dat al lange tijd dat veel mensen oogbonen zijn. Echt waar. Als je heel snel leest, dan ben je helemaal kwijt. Maar we gaan gewoon verder. Zijn dat we weten, Jorvik flodderen onder hun bescherming vuil omdat ze de bron van de bouwmaterialen werd gebruikt. Vermoed dat de bomen toen vonden dat ze voor gek werden gehouden. Volgens deze oude geschriften is een aantal heksen verbonden met de oorbonen aangegaan om hun eigen magische kracht te versterken. Het is onduidelijk of de bomen hier ook profijt van hebben gehad. Omdat ze zowel goed als kwade heksen wisselende resultaten magische energie uit de boom hebben gehaald. Wat vind je daarvan, Phoebe? Geen idee. Boom moeten worden gemeld, houden dat in. Wegende woorden lijken enge armen. Ik zou nooit een boom voor de gek houden. Ja, jammer, ik wil altijd een boom foppen. Ik heb nooit eens geluk. Goed, er liggen schone taak op ons te wachten. We moeten alle oorbomen vinden en exemplaren zuiver die door de kwaad zijn aangetast bij Jorvik. Ik hoop dat ik dat nooit meer in gewelde. Ik hoop dat er nooit een levensraam tegenkomen die gered kan worden. Yo. En toen waren er even mensen hier. Ik ga terug naar mijn onderzoek. Petra, ik zoek jij maar een lekker boek voor bij je kopje thee. Jullie mogen lekker op pad. Ik laat jullie weten als ik weer nieuws heb. Toch gauw, lieverd. Nou, dat is het dan weer. Gezellig. En nu staat iedereen daar op zijn plek. En zo dat ik zo graag lezen vond. Ik wil er snel doorheen gaan. Anders zit het zo lang. Dan moet ik uiteindelijk wel een ander paard gaan pakken. Hè? Dat wordt een beetje gek. Maar dat maakt niet uit. Ik pak gewoon lekker mijn shire. Volgens mij moet ik daar mijn shire voor gebruiken. Mijn zweets. Ja, volgens mij wel mijn shiretje. Ja, dan ga ik mijn shire even pakken, want ik zit al laatst op een Jorvik Wanbloed, helaas. Dus dan moet ik even mijn andere paard pakken. Anders kan ik die race niet doen. En daarna, ik doe het één keer. En daarna doe ik die race nog een keer in mijn vrije tijd. Waarom spring ik als een piepo? Maakt me niet uit. Dus we moeten weer naar beneden. Dat moet ik daar bedoelen. Eerlijk gezegd was dat wel een leuke toevoeging. Hè? Maar wel heel erg klein. Terug naar mijn homestable. Ja, stond er iets bij me. Dan lees ik dadelijk wel even snel op. Als ik mijn ander pet heb gepakt. Ik weet eigenlijk niet of mijn shire in mijn stal staat. Dan moet ik dat maar eventjes gaan bekijken. Ik laat dit setje gewoon op dit paard. Want anders moet ik het gaan switchen. Daar heb ik niet zo zin in. Dus ik ga even oplezen. De komende 4 weken krijg je korting op aantal paarden. Wil Jovik paard en de Emblemane kost nu 665 starcoins. Je vindt ze in Venendeel op de Zwakaya Plateau of in Verpinten. En nog 2 paarden kost nu ook maar 450 starcoins. Je vindt deze schoonheid in Dundel. Deze prijzen gelden tot update van 28 september. Deze actie is alleen van toepassing op paarden die op derde generatie gaan. Niet voor paarden die in de app van Stalstable Horoscope. Dat valt perfect samen met ja, de paarden van Jovik bla bla bla. Maar dan moet ik wel even mijn... Ik ga niet naartoe, want daar heb ik niet zoveel zin in. Want ik heb nu opgelezen waar je ze kunt vinden. Dus misschien dat ik het alsnog doe. Hey, mijn pony die ik aan het trainen ben. Maar dat staat je laat ik gewoon lekker op de paard. Waar staat mijn Shaya? Oh, die staat helemaal daarachter. Ja, ik moet heel veel trainen, als jullie kunnen zien. Dit zijn nog de paar die ik moet trainen, helaas. Mijn Emberman heb ik nog steeds level 10. Maar dit is van de app, namelijk. Nou, kom hier, sweet darling, want ik heb je even nodig. Ja,
Misschien dat ik die pad alsnog kan zien, maar ik sta dat ook bij zo'n kwaaie plateau. Misschien dat ik het dan alsnog kan laten zien, als ik de reis klaar heb tenminste. Maar ik ga niet nog een keer doen natuurlijk, daar heb ik niet echt veel zin in. Zwak kwaad, dan ja, plateau, waar ben je? Een vinden deel en... Ja, misschien bij die andere updates, misschien dat ik daar allemaal langs kom, maar dat weet ik zo net nog niet. Het komt, wordt een hele lange video. Maar daar heb ik al voor over. Mijn paard is wel heel erg traag, maar dat maakt niet uit. Ja, ik ga niet lezen, want onzin me te veel te lang. Ja, ik wil gewoon doorpraten. Oh, ik krijg gewoon een 500. Nou, dat is bepaald level, letterlijk level 2 meteen. Maar dat is ook alleen maar voor dit paard, dus dat scheelt ook weer. Leuke race. Waarom zie je die bug zo erg? Ik snap dat niet, maar goed. Oh. Oké, dat zag ik niet, dus niet aankomen. Nou, die mag voor mij altijd zo blijven, maar helaas haal ze het weer weg. Hoeveel? 3 weken? Nu, want vorige week is dat uitgekomen, dus het blijft 4 weken. Dus over 3 weken gaat dat weg. Dat vind ik jammer. Dat vind ik niet leuk. Dit. Ik kan ook een pad kiezen die je wilt hebben. Oh, oké. Okay. Niet echt veel verschillen of zo. Je zou wel een paar keer nog die pad hebben gedaan, dus ik hoef niet echt per se nog een keer te gaan doen of zo. Oh. Hey, een eland. Ja, eens, zo heet het er toch? Een eland. Ik vind hem Masjaya best wel leuk. Ik hoef daarin nog één, want die vind ik niet mooi. Nou, dus. Waarom is dit zo groot? Oké, dan. Zo, ik ga niet nog een keer doen. Nou, hier staan de paden die ik bedoelde. Dat staan hier toch? Het kost nu zoveel en dat klopt. En we weten ook wat nu zo wel kosten nu. Dus, ja. Ik heb dit ook alweer laten zien. Maar ja, er is nog een paard die heet Galaxy. Die prop ik eventjes ergens in de video. Zodat jullie kunnen zien dat ik hem koop, tenminste. Dus we gaan even het paardje even terugzetten. En die laat ik eventjes in mijn stal staan. Dus dan moeten we eventjes kijken. Ja, dat weten we al. En de volgende update, en dat is van vandaag. Een paar tips zet ik even hier neer. Want ik ga die race zo meteen ook even doen als ik klaar ben. Kom eens even hier, jij vriend.
Ja, maar ik ga gewoon eventjes de rest van hier de update. Ik denk dat ik die van Galaxy voor deze update doe. Dat is een beetje goed in elkaar gezet, zal ik maar zeggen. Dus dan weet jullie dat. Hé, hey, ik ken haar. Wacht eens even. Ik ga niet vragen, niet meer vragen als vriend, want ik ken haar. Ik denk dat ik eerst... Even kijken. Naar Moorland. Ook omdat die daar welkom staat. We gaan lekker eerst naar Moorland. Dat vind ik wel zo beter, denk ik. We kunnen ook gaan bakken, zo te zien. Derde training. Oh, weet die gauw hoefijzer. Dus moet ik weer de hele tijd gaan zoeken. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het prima. Nee, ik krijg die afval niet te pakken. Dat is helemaal leuk. Hey, je zijn die dingen weer. Waarom is het zo... Oh, zwart. Waar is die missie? Dit is zeker van theater, zou het zijn. Ja, dat is van... Oh. Kijk, ik spie van mijn paard. Zandig. Nou, gaan we dat maar even doen. Zijn er een moment? Ik dacht dat het daar... Toneel spelen. Oh, gezellig. Oké. Okay. Lachen. Waar is lachen? Blauwvallen, rijden, buigen, gooien, huilen, lachen. Ik zie even zoek wel lachen stond. Ze het riet laten zien. Dat is... Nee. Huilen. Maar waar ben ik? Ik zie mezelf niet eens. Laat mij eens flauw vallen. Ja, zie je flauw vallen? Dat heb ik meteen gevonden. Maar waar sta ik? Heb ik niet gezien wat het moest? Oh, ik heb me gewoon nergens op gelijk, maar niet uit. Ik weet niet op welk level dat ik moest hebben. Wat moet ik nu zeggen? Oh, ik heb het alweer afgemaakt. Waar stond ik eigenlijk? Ik stond helemaal hier. Nou, ook helemaal leuk. Oh, ik kan hem nog een keer doen. Dan krijg je een 100. Ja, dat ga ik dus niet doen, hè. Dan kan ik een ander keertje wel doen of zo, maar nu niet. Waar is nog een missie? Waar is mijn paard eigenlijk, trouwens? Hier staat mijn paard. Ik was mijn paard opeens kwijt. Hé, hey, clubgenoot. Gezellig. Luister naar de faceplanner. Ja, tuurlijk. Ook al luister ik niet, ik skip het allemaal. Omdat ik daar geen zin in heb. Om te gaan lezen. Bijna verjaardag. Fight Jade Movie of... maar kan je dat inleveren natuurlijk? Of wat ik begreep. Game over schreden nu helemaal hier. Taart pakken. Zoek naar ontsnapte hen. Oké, kan ik naar ontsnapte hen gaan zoeken? En waar zit die dan wel niet? Oh, ja, ik zie een. Tok, tok, tok. Oh, die volg je ook. Oké. Moet hebben geleid. En die volg je ook, dat is cute. Waar is die andere dan wel niet? Joehoe. Hey, dat is nog een kippie. Kom eens even hier. Maar gelukkig lopen ze niet weg of zijn bang. Want dat heb ik echt geen zin in. Dat is meestal best wel irritant. Oh, ik zie nog één. Hey, dat gaat goed. Nog drie. Ik heb gewoon een hele dikke lek gewoon. Maar hopelijk houdt mijn computer dat. Anders gaat het niet helemaal vastlopen. En dan is het helemaal niet meer leuk meer. Oeh, nee. Oh, nee.
Maar er zijn nog kippies. Ik zie daar geen meer. Oh, wacht. Het begint toch goed hier. Volgens mij is het in hier of zo. Oh ja, daar is het één. Hey, nog twee. Ik ben goed bezig. Goed bezig. Ik kan eentje kip hier ook zetten. Nee, alleen volgens mij alleen maar afval of zo. Oh, wacht. Nee. Oh, oh wacht, je zit daar. Zit ik toch goed? Nog één. Oké, okay, was het de die wanneer we weer stop? Is het die al die mensen vragen te beantwoorden? Maar dat doe ik. Oh, maar dat spoel ik door, denk ik. Waar is nog een kippie? Kippie tippie. Volgens mij is het daar eentje. Oh, dikke lek opeens. Ja, zie je? Hi. Afgerond. Goed zo. Auw. Ik kon een mooie foto maken. Moet die kippies wel achter me aan blijven rollen. Kom eens even hier, kippies. Ja. Ik heb echt lag. Dat is niet normaal. Zo, heb ik even een leuke foto gemaakt. Moet ik heel veel dingen gaan doen. Ja, stop ze met als gekakel. Leuke planten om de kippen te voeren. Wauw, moet ik echt zoveel dingen gaan doen nu. Oh, gelukkig hoef ik niet echt veel. Anders duurt het echt heel lang. Ik moet alsnog 4. Maar die vragen ding, dat doe ik wel met een leuk muziekje op de achtergrond. Dan als jullie, dan zetten jullie het gewoon op pauze of zo. Want anders gaat het denk ik iets te lang duren. En die hoeveelheid moet ik ook nog gaan zoeken. Maar dat doe ik wel in mijn eigen tijd. En met die races krijg je ook wel genoeg van die hoefjes. Dat heb ik ook vorig jaar toen gedaan. Was het vorig jaar hoeven? Hoeveel gouden hoefjes zoeken? Dat weet ik al niet meer. Maar ja, we hebben heel veel dingen nu. En we hebben nu heel veel vragen. Oh, dikke lek. Moet ik naar boerderij van Steve? Oh. Dan zoek je naam wel. Hoeveel? Oh, mijn paard is nu al level 15, dus dat scheelt ook weer. Maak een mooie mix, maar geef die aan de hongerige kippen. Geef die aan de hongerige kippen. Ik ben zelf hongerig. Ik heb ook wat eten nodig, volgens mij. Nou, oké, mijn paard is leuk aan het trippen hier. Dat begint echt goed. Nou, dat is helemaal misleuk om een foto te maken. Ja, mag ik dat doen? Hoezo mag ik dit niet doen? Of moet ik best op mijn paard gaan zitten of zo? Hallo, het werkt niet. Oh, nu wel. Ja, ik doe het nu alsnog. Wauw. Wauw. Wat moet ik allemaal nog meer doen? Samen met ei van de... Zit ik dan nog het lopen te doen? Wauw, je bent echt soms echt een raar iemand. Ga mijn paard pakken hoor. Anders gaat het te lang duren, denk ik zo. Waar is mijn leuke hoor?
Oh, ik ben alweer klaar. Eigenlijk hoef ik niet zo ver te kunnen lopen. In principe. Hoe lang duurt het nog? Hap heen om smaak van de taart te kiezen. Ja, aardbei. Dat is lekker. Aardbeitaart is lekker. Als iemand die niet lekker vindt, dan snap ik ze niet. Oh ja, leuk. Kan ik ook nog gaan bakken? Pak de bloem. Maas bloem. Doe die niet in. Moet ik het weer doen als de vorige keer met Jamie over Tree? Had ik helemaal geen zin in. Maar maakt niet uit. Dat gaat snel. Wat gaat het? Heel awesome. Pak de melk. Die kippen moeten even zijn mond aan. Want dat gaat een beetje te ver. Want die kippie die zit aan het kakelen de hele tijd. Word je een beetje gek van. Yay, dat is me gelukt. In één keer. Nog meer. Praat met de faceplanner. Oh, is dat wel klaar? Of moet ik het elke keer gaan doen of wat? Als ik een paar XP van krijg, dan ga ik het wel elke dag doen. Dat lijkt me wel leuk. Maar als ik daar niks voor krijg, dan denk ik ook van ja, no, dat gaan we niet doen. Waar is de verjaardagplanner? Moeten we met de verjaardagplanner praten? Faceplanner, en waar is die? Bij de grote tafel. Oh, daar was hij. Oh, wow. Dat was leuk. Hier hebben we een mooie grote taart. Oh. Oh. Oké. Wat kunnen we dan daarmee dan? Oh, gewoon. Huh? Ja, oké, dan leuk. Lekker duur. Ik vind het best. Oh, een keer plekken. Oh ja. Oh, dus daar waren ze weg. Nou, ook helemaal geweldig dit. Face mijn boerderij van Steve. En dan gaan we van Steve. Ik hoop niet dat dat de race is, want die wil ik. Ja, dat maakt niet even uit. Want morgen kan je het ook weer doen. Dan moet ik helemaal naar Steve gaan. Om neem maar even dat te gaan doen. Met een verjaardagsbod. Was dat alles? Kijk wel 50 XP voor of zo van mijn paard. Maar 50 XP is toch niks. Hé, hey, ik zie een hoefijzer. Allee, maar die pak ik niet. Want daar heb ik nu geen zin in. Ik ga maar er geen video meer van waar die hoefijzers allemaal liggen. Want dat is veel leuker om allemaal zelf te gaan doen. Te gaan zoeken. Om jezelf uit te dagen om het zelf allemaal te gaan zoeken. Ook met die quizjes, dat ga ik wel doen. Maar die hoefijzers niet. Want dat is niet leuk. Als je het allemaal weet waar ze liggen. Maar ze kunnen ook weer anders liggen. Want dat is vorig jaar ook niet zo. Of wel? Maar dat maakt niet uit. Dat ga ik dus niet doen. Maar die vragen, die ga ik wel doen. Omdat ik kan. Omdat het je kan. Oké. Nou, ik wil weer gaan. Hoeveel is dat nu? Ik hoop niet veel, want dan word ik echt helemaal. Vijf. Gelukkig. Was het net zoveel als vorig jaar. Oh, gelukkig. Ja, zijn niet die vraagjes. Waar is dan die. Wauw, ik zie daar nog een leuk ding of zo. Is dat niet een verjaardagsreis of zo? Wedstrijd.
Verjaardagsreis. Voor Penta is die nu. Nou, de verjaardagsreis is nu in van Penta. Dus ga er snel daarheen. Dus dan kan je gewoon onderzien. Maar dan ga ik nu. Waar staat die Zio's? Waar staat die? Die staat hier. Die Zio's, maar die heb ik al. Kijk maar. Nee, dat meen je niet. Kost het nu Starcoins? Want vorig jaar was het toch gratis? Oh, heb ik geluk dat ik hem gekocht heb? Oh, wat heb ik toch geluk, want die heb ik al. Oh. Nieuw. En dat is allemaal oude dingen en zo. Want die heb ik allemaal al. Die oude. Behalve die dingen dan. Oh, ik denk dat ik ze ga kopen. Denk ik, maar nu 100% zeker. Nu ben je in de min. En ik zo vast. Wat is dit dan? Oh ja, leuk. Want die heb ik al. Lekker handig. Lekker handig als je die al hebt. Oh, dan kan je met elkaar praten. Ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Kun je wel met ze gaan praten? En kan je dit nog nooit een keer doen als je dat zou willen? Maar dat doe ik dus niet. Hey, kloknoot. En wat is hier te vinden? Vuurwerk. Ik heb genoeg vuurwerk. Dus dan boeit het me niet. Want dit is wel grappig. Kluisneus. Engeloortjes. En die heb ik allemaal al. Oké, dus ik heb ze een beetje al eens gezien. Maar kun je die van Jamie Overture opnieuw doen? Oh nee, dat is jammer. Ik dacht dat je die opnieuw kon doen. Dat vind ik niet leuk. Ik wil die opnieuw doen. Maar dat maakt niet uit. Nou ja. Ik denk dat ik even mijn video even op stop ga zetten. Dat ik daarna gewoon mijn microfoon uit ga zetten en mijn geluid. Ik denk dat het nu tijd is voor de quizjes. Oh wow, ik ben wel vergeten. Dat ga ik dus nu even doen. De bonuswinkel. En daarna zet ik mijn video even op stop. Dan ga ik daarna verder. En dan kan ik te makkelijk mijn video gaan editen. Als jullie snappen wat ik bedoel. Dus, ja. Ja, ik weet dat hier zo'n mevrouw staat van de hele ding. Moet wel goed gaan beantwoorden. Daar is ook zo'n hoefijzer. Oh, leuke bandages. Ook helemaal leuk. Even kijken. Oh, die zijn leuk. Die zijn leuk. Maar dat maakt niet uit. Ja. Ik kom bij jullie terug als ik die quizjes ga doen in Moreland. Dan zie ik jullie zo. Oh,
Hallo allemaal, ik ben weer terug. En jullie hebben het gezien, ik heb eentje fout. Volgens mij heb ik niet echt goed nagedacht. Ja, dit was dan het einde van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. En als jullie het wel allemaal goed hebben, laat me dat even weten in de reacties. En ja, anders doe je het ook wel gewoon hoor, ik hoop benieuwd. Maar hier is toch maar eentje, gelukkig. De rest heb ik allemaal goed. Dus tot de volgende keer. Bye bye!